Ja, ik ben dus terug. Ik ben ondertussen op fietstocht en ik zit nu op in een bos. En ik ga je verder op weg helpen. In deze eerste les, CRUD-applicatie. Dat is wat we gaan dus bouwen deze periode. En we waren bij deze playlist. Dat zijn 29 video's, dus dat is lang. Maar aan de andere kant, we hebben een half jaar om aan die PO te werken en dingen te leren. Dus hoe kun je nu het beste hier doorheen lopen? Nou, het beginnen bij het begin. Dus ik klik op het begin, die eerste video. En dan gaan we even samen kijken wat die video inhoudt. En of jij dus daar dan ook verder naar moet kijken. Ik leg uit CRUD wat het bouwen van een CRUD-applicatie inhoudt. Nou duurt deze video iets van 7 minuten. Dit is wel te doen, dat mag je zelf even doornemen, mocht je dat willen. Wat we nu doen, ik ga inderdaad hem eventjes versnellen. Oké, ik loop door mijn tekening heen. CRUD staat voor Create, Read, Update, Delete. Je maakt dus een applicatie die dit allemaal kan. Nou, daarvoor heb je een database nodig die items creëert in een database. Die Create, Read, die de dingen eruit ophaalt en weer laat zien aan de gebruiker die de items update en ze kan delete. Een item is bijvoorbeeld, zijn bijvoorbeeld gebruikers, profielen. Dat kunnen ook producten zijn in een winkel. Elke app is eigenlijk wel iets van een database-app. Dus hoe beheer je nou je database via een app? Daar gaat het dit half jaar over. We gebruiken MySQL als database-systeem en daarbij PHP als programmeertaal om te communiceren met die database. SQL is ook een taal. SQL is de taal die communiceert met een MySQL-related database. Dus daarvoor heb je PHP weer nodig om die SQL aan te sturen, zodat die kan praten met de database. Dus je hebt eigenlijk hop hop, PHP, SQL, database. Goed, en hier zie je dan allerlei functies, die zijn PHP-functies, waarmee je die SQL in gang kan zetten, eigenlijk een commando kan geven. Zoals van select from, update set, delete. Dat zijn allemaal SQL-commando's en die worden geactiveerd via PHP-functies. PHP-functies activeren de SQL-commando's. Oké, ja, ondertussen skip ik ook. Ik ga even snel door. Goed, dus duidelijk is, je moet PHP leren. PHP-functies moet je leren die SQL-commando's activeren. Dan moet je die SQL-commando's ook weten. Nou, het klinkt er misschien ingewikkeld. Maar ik hoop dat je op een gegeven moment het kwartje van. Ik kijk, het is niet zo ingewikkeld, want je hebt gewoon een paar functies. En die zijn gelieerd aan bepaalde SQL-commando's. Je hebt dan een MySQL query, bijvoorbeeld functie. Die voert een query uit op een database. Via een SQL. Maar die heb je dus continu nodig, die functie. Goed, daarmee bouwen we dus een CRUD-applicatie. Hier staan links zie je een WordPress, Joomla, Webshop, Facebook, YouTube. Dus dat zijn allemaal database-applicaties. Dus je bouwt zelf zoiets. Een eigen YouTube, Facebook, Webshop of totaal iets anders unieks. Mag je over na gaan denken. Wat wil je gaan bouwen? En het eerste is van welke items, wat voor soort items wil je eigenlijk gaan beheren? Is het je postzegelverzameling? Of zijn het je reisavonturen? Wat een soort vlog, systeem? Wil je publiek maken? Wil je het voor jezelf houden? Wil je familie, fotoboeken? Ik weet het niet. Bedenk maar even na. En natuurlijk mag je in het loop der tijd nog wel eens een keer aanpassen. Maar begin simpel, print basic. Als je dat in de vingers hebt, dan kun je alsnog dat verder uitbreiden. Dus daarom hebben we de eerste video uit die serie bekeken. Hij gaat automatisch verder, zie ik. Dan kom je bij deel 1 en dan gaat het over starten met een template. Dus daar kunnen we ook snel doorheen. Die video kan je zeker bekijken, die duurt maar 3 minuten 47. Zoveel sneller dan dat kan ik het ook niet. Het idee is gewoon, je zou kunnen starten met een HTML template. Dat zou je kunnen doen. En die ga je dus als HTML zien als statische code. PHP als maakt dynamisch. Die maakt statische code dynamisch. Dynamisch betekent dat dingen uitgevoerd kunnen worden. Dat code, niet HTML, is altijd zoals het is. Maar PHP is een dynamische code die doet iets, die voert iets uit. Dus niet dat die zoals het is, zo wordt het getoond. Nee, er is een weg. Dus is een, terug naar stroomdiagram, informatica, data, verwerking, output.
HTML heb je eigenlijk, de browser die zet dan nog wel die HTML om iets output, maar zelf de data, de HTML zelf, daar gebeurt eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus bij PHP wel, dan heb je PHP, als je dat ziet als input in het systeem, dat wordt verwerkt, er gebeurt dingen, verzoeken naar die database verstuurd en opgehaald en dan wordt er uiteindelijk een bepaalde uitkomst gegenereerd. Dynamisch. Oké. Dus deze video gaat over het starten met een template. Dan moet je een template opzoeken. Mijn advies is zoek een bootstrap template, want die bootstrap techniek heb je ondertussen geleerd in het vorig jaar al. Daarmee kun je die dus makkelijk ook aanpassen. En er zijn heel veel gratis templates en die zoeken gratis uit. Zip die, ga die uploaden naar je hostingruimte. Extract die, unzip die op je hostingruimte. Pak hem uit, zet hem in de juiste map. Start, dan heb je dus een start van een CRUD applicatie. Al kun je daar nog niks mee doen, want het is dus 100% statisch. En dan gaan we de komende lessen, gaan we daar aan werken en denken, hoe kun je zoiets nou dynamisch maken? En dit is dus al deel 2, en dan zit ik wel echt even pauze. Dat is deel 2, video 3 uit die serie. Dan gaat het over je database ontwerp en hoe kun je, je moet dus een database hebben. Database is een soort kast die informatie bewaart. Het moet een soort ontwerp zijn van die kast. Nou, hoe ga je die informatie daarin opslaan? Welke rijen, welke planken en welke laadjes ga je allemaal inzetten? En als dat klaar is, dan kun je kijken hoe kun ik nou met die kast werken? Hoe krijg ik de juiste plekken, de juiste informatie in de juiste laadjes, op de juiste planken? En hoe kan ik het dan daaruit weer ophalen? Of hoe kan ik die items die erin zitten aanpassen of deleten? Ja? Tot de volgende keer. Tot de volgende les. Doei en de tools.